Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag voor jullie een video met allemaal cadeautips. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het volgende week natuurlijk kerst. En ik krijg best wel vaak de vraag van mensen via DM of via berichtjes van hey, heb jij nog leuke cadeautips? Dus ik dacht, waarom maak ik er niet gewoon een video van? Ik heb voor jullie 10 items verzameld wat mij heel erg leuk lijkt om aan iemand te geven, maar ook om te krijgen. Ik heb geprobeerd de prijs een beetje gevarieerd te houden van laag tot hoog, zodat er voor iedereen wat tussen zit. Ook heb ik nog wat leuke kortingscodes in deze video, dus blijf er ook zeker voor kijken. Voordat we deze video gaan beginnen wil ik wel eventjes zeggen dat een aantal van deze items gekregen zijn. Sommige dingen heb ik dus gekregen van bedrijven, maar die gebruik ik echt oprecht met liefde. En daarom wil ik ze ook als tip aan jullie wil meegeven. Ik krijg er niet voor betaald. Dit is gewoon mijn eerlijke mening, gewoon mijn eerlijke tips aan jullie. Dus dat wilde ik eventjes gezegd hebben. En laten we dan maar snel beginnen. Ik ga beginnen met iets wat het afgelopen jaar echt een soort van kleine ontdekking voor mij is geweest. Ongeveer een jaar geleden heb ik mijn allereerste Nudobag voor kerst gekregen van mijn moeder. Dat was ook een kleintje, niet deze, maar wel een kleintje. En daar was ik toen zo blij mee. En toen is denk ik echt een beetje mijn verslaving aan Nunobags begonnen. Ik heb er nu ondertussen 6. Ik heb 4 kleintjes, waaronder deze. De Ellie Croco Cognac. Die vind ik echt heel erg leuk. En ik heb 2 grote, waarvan eentje deze is. Dit is de beige Helena Croco. Het is dus een krokodillenprintje. Ik heb er ook bijvoorbeeld eentje met suède. Die is met franjes. Ja, ik hou gewoon echt van Nunobags. Ja, en ik heb dit vorig jaar dus ook voor de kerst gekregen. En ik vond het echt een super leuk cadeau. Dus dat is tip nummer 1. Dan gaan we door met de volgende tip. En dit is een tip die ik zelf de afgelopen weken super veel heb gedragen. En dat zijn namelijk mutsen. Je zou misschien denken, mutsen. Maar echt, ik weet niet. Vroeger vond ik het echt verschrikkelijk bij mezelf staan. Ik vond het echt niet leuk en echt niet mooi staan. En het klopte gewoon niet of zo. Maar ja, ik heb ze gewoon ontdekt. Ik vind ze echt geweldig. Ik heb ze van de Zara. Ik heb deze 3. Met deze ben ik begonnen. Hierdoor vond ik ze echt heel erg leuk. Ik zal hem even opzetten. Ja, ik weet het. Ik vond het gewoon echt een heel erg leuk iets hebben. En toen heb ik dus ook deze nog gekocht. Die heb ik nog niet gedragen zoals je kunt zien. Maar vind ik wel echt een heel erg leuk kleurtje. En laatst heb ik ook deze aangeschaft. En wat zo leuk is aan deze mutsen is dat ze dus ook niet zo duur zijn. Deze zijn maar €12,95 bij de Zara. Als het goed is zijn ze nu ook in de sale. Zijn ze €9,95. Ik zal een linkje ervan in de beschrijving zetten. Sowieso van alle dingen zal ik een linkje ervan in de beschrijving zetten. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een super leuk cadeau. Heb je een wat minder groot budget. Of voor dobbelen ga je met vriendinnen dobbelen. Dan is vaak het budget misschien wat minder. Toen wij met de meiden gingen dobbelen hadden we een budget van €15. Dat is natuurlijk ook super leuk om zo'n muts te vragen. Deze zijn dan toevallig bij de Zara. Maar je hebt ze natuurlijk overal. Je hebt ze bij de H&M. Je hebt ze volgens mij ook bij de Primark zelfs hele leuke. Maar ik vind deze van de Zara dus echt ontzettend fijn. Ik vind het model leuk. Ze zitten leuk. Ze hebben leuke kleurtjes. Ze hebben namelijk ook nog zwart, donkergrijs en ook nog een beetje een paarse. En dan ook nog een beetje een roze. Maar deze 3 kleurtjes zijn wel echt mijn favoriet. Dus dat is tip nummer 2. Een leuke muts. Dan gaan we over naar iets wat ik zelf echt onwijs leuk vind. Dit zou echt iets zijn als ik dit niet al had, dat ik dit sowieso voor de kerst had gevraagd. En dat is namelijk een hele mooie badjas van Le Olive. Ik heb van hun een aantal dingetjes opgestuurd gekregen. Wat gewoon echt perfect is om voor de kerst te vragen. En ik ga beginnen met deze grote doos. Ze pakken het ook echt super leuk in. Hoe leuk is het als je dit eens onder de kerstboom zet. Maar wat zij dus doen is pyjama's en badjassen en kimono's doen zij dus personaliseren. Ze zetten dus je naam erop. En ik heb dus ook van hun een paar dingetjes mogen ontvangen. En ik heb dus van hun een badjas mogen ontvangen met mijn naam erop. In echt een prachtige kleur. Ik ben echt verliefd op deze kleur. Het is een beetje een oud roze kleurtje. En hij is mega lekker zacht. Dit is de badjas. Echt super mooi oud roze kleurtje. Hij is ook echt mega lekker zacht. Ik denk niet dat je dat op camera goed kunt zien, maar hij is zo zacht. Hier aan de voorkant staan mijn initialen, de F en de N van Fleur Nijbakker. Ik heb helaas geen tweede naam. En op de rug staat heel groot Fleur geborduurd. En ik vind het echt super mooi gedaan. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik heb deze in een maatje SM. Ze hebben combinatiematen SM of ML. Maar ik ben voor de SM gegaan. Ik zou dit oprecht dus echt heel erg leuk vinden om voor de kerst te krijgen. Of onder de kerstboom aan iemand te geven. Ik denk dat je iemand hier echt heel erg blij mee maakt. Zoals als eerst deze. Maar ze hebben niet alleen badjassen. Ze hebben ook nog andere dingetjes. Namelijk een kimono en nog een pyjama. Ik ga de eerste openmaken. Ik weet niet welke van de twee hierin zit. Dit is dus een zwarte kimono. Ze hebben trouwens echt super veel andere kleurtjes. Weet je dat roze of dat zwarte nou niks? Ze hebben ook nog heel veel andere mooie kleurtjes. Oh, zo mooi. Kijk, dit is een zwarte kimono. En staat er op de rug weer Fleur. En aan de voorkant staan weer mijn initialen, de F en de N. Ze hebben dus ook nog een pyjama setje. Ook weer super mooi ingepakt. Dat is als allereerst
dit blouseje. Dit is het lichte roze blouseje met dan zwarte details. En dan staat hier op het borstzakje staat Fleur. Echt heel erg leuk. En dan zit er dus ook nog een kort slaapbroekje bij. Ik had dus ongeveer 2 jaar geleden had ik een pyjama dinner party. Dit was echt perfect daarvoor geweest om aan te hebben. En als laatste van de Olive hebben ze ook nog wat accessoires die dan weer wat goedkoper zijn. Dus in een wat goedkopere prijsklasse vallen. Maar ook met gepersonaliseerde items. En als allereerst is dat wat dit jaar natuurlijk niet kon ontbreken. Een mondkapje. Dit is een goud met glitterig mondkapje. En er staat hier dus in het hoekje staat ook Fleur. En hij sluit ook echt super mooi aan. Ik had ook echt nooit verwacht dat ik dit als tip zou geven voor de kerst. Maar... En dan nog als laatste, wat dus bij de pyjama hoort, is een slaapmasker. Oh, dit is heel leuk. Dit is het slaapmasker. Super schattig met die roesjes eraan. En die matches echt perfect bij die pyjama. Echt heel erg leuk. En dit zijn dus dingetjes die dan weer wat goedkoper zijn. Dus dan weer van de andere prijsklasse. Dat zijn de items van de Olive. Dan gaan we over naar mijn favoriete skincare producten. En dat zijn die van Clean Glow. Ik vind hun merk echt geweldig. Ik heb ongeveer 1 jaar geleden kennis met hun gemaakt met het masker. Het masker was het eerste product wat ik van hun testte. En het was echt geweldig. En het afgelopen jaar zijn ze dus ook nog met andere extra skincare dingen uitgekomen. Waaronder de face scrub, de moisturizer en dus sinds kort nu ook de face wash. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de face wash nog niet heb geprobeerd. Maar als die net zoals alle andere producten is, zal die wel mega fijn zijn. De rest heb ik wel al geprobeerd. Het masker is alweer bijna op. Dit is mijn 3e potje en die is alweer op helaas. Hij is echt met liefde gebruikt. Niet alleen door mij, maar ook door mijn vriend. Die vindt hem ook heel erg fijn. Die gebruikt hem ook best wel veel. Ja, dit is gewoon heel erg leuk natuurlijk als setje om te geven. Om leuk in te pakken, om leuk cadeau te doen. Leuk cadeau te krijgen. Dit is gewoon echt een top setje. Dus dit setje van Clean Glow raad ik zeker aan als cadeautip. Dan gaan we verder met iets wat natuurlijk niet kon ontbreken in deze video. Het is misschien een beetje gênant om je eigen merk ding te promoten in je eigen video's. Maar ja. Ik zou het oprecht heel leuk vinden om te krijgen voor de kerst. En ik ga het ook zeker aan een paar mensen cadeau doen. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik heb ongeveer sinds een weekje nu mijn eigen bedrijfje. Mijn eigen kleding. Ik ontwerp eigen hoodies en sweaters. En daar is deze er eentje van. Dit is de paarse Fioren sweater. Ik heb deze ook nog in het roze. We hebben ook nog leuke hoodies. Allemaal leuke kleurtjes. Maar we hebben ook super leuke sieraadjes. Die eigenlijk allemaal onder de 20 euro zijn. En verpakt worden in een heel erg leuk cadeauzakje. Dus super leuk natuurlijk om voor de kerst om onder de boom te leggen. Sorry trouwens als af en toe het licht een beetje verandert qua kleur. Maar af en toe schijnt het zonnetje wel buiten. Af en toe niet. Maar voor de trouwe kijkers heb ik in deze video een kortingscode verstopt staan voor Fioren. Met de code kerstcadeau 10 krijg je 10% korting op je aankoop. 10% korting is gewoon best wel veel. De verzendtijd is als je vandaag besteld wordt het morgen verzonden. Het is natuurlijk best wel druk bij PostNL, dus hou er alsjeblieft rekening mee. Ik kan er ook niks aan doen dat het bij PostNL zo druk is. Ik verstuur het gewoon de volgende dag en de rest is natuurlijk aan PostNL. Dus hou er rekening mee als je bestelt. Bestel niet woensdag de 23e, want de kans dat het er dan met kerst is heel klein. Bestel het gewoon lekker vandaag. Maar met de code kerstcadeau10 krijg je dus 10% korting op je aankoop bij Fioren. De website zal in de beschrijving staan. Dan gaan we door met iets wat voor mij de afgelopen maanden echt een uitvinding van de week is geweest. En dat is namelijk een föhnborstel. Ik had eigenlijk nooit een föhnborstel. Ik stelde mijn haar altijd. Maar ik heb hiervoor, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, heb ik een beetje van die korte lokken. En ik wilde dat gewoon mooi geföhnd hebben. Nou, toen kwam natuurlijk de hele hype van de bangs en de curtain bangs, bla bla. En toen zag ik dus overal op TikTok dat iedereen die dus föhnen met een föhnborstel. Ik heb deze aangeschaft. Deze is van Babyliss. Ik weet niet precies hoe die heet. Volgens mij is iedere föhnborstel wel prima. Dit is voor mij echt een tip. Vraag iets van een föhnborstel of een steltang of een krultang. Die dingen kunnen natuurlijk gewoon nog best wel prijzig zijn. Dus dan is het maar al te lekker om dit gewoon voor kerst te vragen in plaats van zelf te kopen. Het hoeft natuurlijk niet een föhnborstel te zijn. Het kan natuurlijk ook een krultang zijn of een steltang. Het is maar net waar jij behoefte aan hebt. Maar dit is voor mij echt het afgelopen jaar een ontdekking geweest, een föhnborstel. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik raad deze op zich ook wel aan. Ik heb er nog niet echt kwaaltjes mee gehad. Ik vind het gewoon een prima föhnborstel. Er zit allemaal haar tussen. Echt heel ranzig. Ik had het wel even schoon mag maken. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg fijn. En hoe ik het gebruik. Ja, ik kan het even snel laten zien. Ik pak gewoon die voorste 2 plukken. Zet ik hem aan. En dan ga ik gewoon zo rond blijven draaien een paar minuten lang. En dan als het dan eruit komt, dan
zit het helemaal mooi. Volgens mij op zich ook nog wel mee qua prijs. Dit was volgens mij iets van 50 euro. Dus vond ik ook nog best wel een redelijke prijs. Maar dit is dus mijn tip aan jullie. Vraag iets van een foamborstel, een haarborstel. Iets wat in de richting te maken heeft. Het is gewoon heel erg leuk en handig om te krijgen. En ja, ik heb hier echt heel veel plezier uit. Ik gebruik dit echt bijna iedere dag. Dus dat is die. Dan om nog eventjes in het haarthema te blijven. Het zijn namelijk haarproducten. Ik ben de laatste tijd echt heel erg een van de producten van Gijou. Ik heb onder andere deze olie laatst aangeschaft. Of nou eigenlijk gekregen van ze. Maar die vond ik echt super fijn. Ik had van hun zo'n travel pakket ontvangen. En daar zit dan een mini shampoo in. Mini conditioner. Mini olie. En een mini haarmasker. Nou, dat haarmasker was natuurlijk zo op. Want dat is zo door je haar heen. Maar die olie, daar zit gewoon 50 ml in. Dus best wel veel. Zo'n pakketje is ook heel erg leuk om te geven. Die pakketjes zijn 50 euro. En dan kan iemand gewoon van alles uittesten. En omdat ik dat masker in het pakket dus toen zo fijn vond, heb ik hem nu in het groot aangeschaft. Dit is dan 250 ml. Dus een stuk groter. Maar ja, ik ben hier zo blij mee. En deze producten rijden ook super lekker. Maar haar wordt er gewoon oprecht heel zacht van. En dat is gewoon echt... Ja, voor mensen die me volgen op Instagram, die hebben het al gezien in mijn story. Ik wil dit jaar echt mijn haar ziek gaan verbeteren. Ik wil gewoon echt mooi, lang, gezond haar. En Gijou gaat daar echt bij helpen. Dit is dus bijvoorbeeld het masker. Maar ik heb ook de heat protector aangeschaft. Ik hoor daar ook super goede verhalen over. Dus die heb ik nu ook besteld. Deze. Ja, de producten zijn gewoon best wel weer wat prijziger. Deze heat protector is bijvoorbeeld 37 euro. Haarmasker is 51 euro. Dus allemaal wel... wat prijziger en daarom misschien leuk om te vragen onder de kerstboom. Of bijvoorbeeld om die travel set te vragen. Daar zitten 4 minis in. En dan kan je gewoon kijken wat je ervan vindt. Maar ik vind het in ieder geval hele fijne producten. Het wordt ook mega leuk ingepakt. Dus ook gewoon leuk om onder de kerstboom te leggen. Het is gewoon echt heel erg chill en leuk om te krijgen. Maar ook om weg te geven die leuke cadeausetjes. Dus dat is dit van Gijou. Dan nog iets kledingsgerelateerd. En dat is Color for Rebel. Ik ben zelf echt heel erg fan van de trui van Color for Rebel. Het is meer een soort van favoriete video dit. Dan een cadeautip video. Maar ik laat gewoon al mijn favorieten aan jullie zien. Omdat ik dat gewoon... Ja, ik weet niet. Ik zou dat gewoon heel erg graag voor de kerst willen van iemand. Of juist heel erg graag geven. Vandaar dat ik die tips met jullie deel. Maar bijvoorbeeld een leuke trui. Een leuke hoodie. Van Color for Rebel, leuk broekje. Ze hebben echt genoeg op de Color for Rebel site. Ik ben echt fan van de trui van Color for Rebel. Ze zijn mega lekker zacht. Dit is mijn nieuwe favoriet. Dit is dan een sweater. En er zat op Lucky Star. Ik draag de trui van Color for Rebel altijd in een XS. Maar ze valt echt mega oversized. Dus hou er rekening mee als je een trui wil bestellen. En ik heb voor jullie ook nog een hele leuke kortingscode van Color for Rebel. Want met de code FLEUR25 krijg je 25% korting. En de code is tot zondag geldig. Dus tot aanstaande zondag 20 december. Maar 25% korting op Color for Rebel is natuurlijk gewoon echt bizar veel. Ik heb ook bijvoorbeeld hele leuke jasjes van Color for Rebel het afgelopen jaar gekregen en gekocht. Leuke truien, leuke broeken. Ze hebben echt heel veel leuke dingen. En waaronder dus ook deze trui. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat is mijn ene laatste tip aan jullie. Iets leuks van Color for Rebel met de kortingscode FLEUR25. En dan als laatste tip. Wat denk ik best wel veel meisjes altijd vragen voor de kerst. Of sowieso ook krijgen. Maar dat zijn sieraden. Sieraden is altijd goed en leuk om te krijgen. Het is makkelijk ook om te vragen. Stel dat je echt niks weet. Sieraden is altijd wel goed. Ik zelf krijg bijvoorbeeld voor de kerst een Dior ring. Moet ik nog eventjes opwachten. Maar die krijg ik wel. Echt super leuk dat ik die krijg. Dat krijg ik van mijn ouders. Vorig jaar heb ik van mijn opa en oma een kettingje gekregen van Miu Ring. Dus sieraden zijn eigenlijk altijd goed. Wat ik bijvoorbeeld een heel erg leuk merk vind is Love Lens. Het wordt ook super leuk ingepakt. Kijk, dit zijn ook echt mijn nieuwe favoriete oorbellen van het afgelopen jaar. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ze hebben niet alleen deze oorbellen. Ze hebben ook nog andere leuke oorbelletjes. Kettingjes, ringetjes, armbandjes hebben ze volgens mij ook. Niet alleen goud, maar ook zilver. En het wordt gewoon heel erg leuk ingepakt. Dus dit is ook... een tip van mij aan jullie voor onder de kerstboom. Deze oorbellen draag ik best wel vaak. En krijg ik ook heel vaak de vraag van mensen waar ze van zijn. Maar ze zijn dus van Love Lynch. Linkje ervan zal ik wel weer in de beschrijving zetten. En dit waren dan eigenlijk alle cadeautips die ik voor jullie had. Dit is de eerste keer dat ik zo'n video opneem. Dus ik hoop dat het een beetje een leuke video is geworden. Ik weet niet zo goed wat ik... ja, meer over het product had moeten vertellen. Ik hoop gewoon dat jullie wat hebben aan mijn tips. Wat hebben aan de kortingscodes. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Volgende week komt er een Get Ready With Me for Christmas online. Aanstaande zondag komt er ook een extra video online. Dat is namelijk de Juicy Q&A met Zoe Dag Maar Een Keer. En volgende week zondag komt er als het goed is ook een extra video online. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden in de laatste week van december. Wat extra video's. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.